De laatste decennia is de verkeersveiligheid van met name het autoverkeer aanmerkelijk verbeterd. Maar sinds 2010 stagneert de vermindering van ongevallen en slachtoffers. De overheid heeft de ambitie 0 doden in het wegverkeer in 2050. Automatisering van de besturing van auto's moet die ambitie uiteindelijk helpen waarmaken. De stap-voor-stap introductie van deze techniek brengt echter ook nieuwe veiligheidsrisico's met zich mee. Hoe de auto-industrie en de overheid omgaan met deze risico's is door de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht. De zelfrijdende auto was al een droombeeld toen de meeste mensen nog geen auto hadden. De cruise control was de eerste stap en daarna zijn telkens nieuwe functies aan de automatisering toegevoegd. Op dit moment hebben veel nieuwe auto's systemen die een ingestelde snelheid in combinatie met de afstand tot de voorganger aanhouden, de auto in het midden van de rijstrook houden en die met een noodremsysteem zelfstandig ingrijpen als een botsing dreigt. Deze systemen zijn bedoeld om het autorijden makkelijker te maken. En daarom zijn auto's tegenwoordig uitgerust met zoveel hard- en software dat ze inmiddels rijdende computers zijn. Bestuurders ervaren dat deze auto's hun taken volledig kunnen overnemen. Die bestuurder gaat daardoor steeds meer op de techniek vertrouwen. Dat dit vertrouwen niet altijd terecht is, blijkt uit een aantal recente incidenten. Een auto met Adaptive Cruise Control en stuurautomaat ingeschakeld is op de linker rijstrook achterop een uitwijkende vrachtwagen gereden. De naar de linker rijstrook bewegende vrachtwagen werd door het systeem in de auto te laat herkend. De automobilist remde pas toen de auto al in botsing was gekomen met de vrachtwagen. Een auto met Adaptive Cruise Control en stuurautomaat is op een provinciale weg rechtdoor een rotonde opgereden en tegen een paal gebotst. Rotondes werden door het systeem in de auto niet herkend. De bestuurder remde toen hij al op de rotonde reed. Blind vertrouwen op het systeem werkt dus niet altijd. De automobilist moet op elk moment kunnen ingrijpen als de techniek faalt en hierdoor wordt autorijden moeilijker. Hoe dan ook is vaak niet duidelijk wat de beperkingen zijn van de techniek of hoe deze precies werkt. Wettelijk gezien zijn dit soort systemen ondersteunend, maar met de disclaimer "de bestuurder is altijd verantwoordelijk" maken fabrikanten en overheden zich er volgens de onderzoeksraad te makkelijk vanaf, terwijl de vraag wie stuurt van levensbelang is. Voor de overheid zijn rijhulpsystemen een black box. De politie kan de gegevens na een ongeval niet altijd uitlezen en meer algemeen is niet bekend welke auto met welk systeem is uitgerust en welk effect deze systemen hebben op de verkeersveiligheid. Fabrikanten wisselen onderling geen ervaringen uit. Sommige systemen worden beter en veiliger door tussentijdse updates, terwijl andere auto's geen updates krijgen. De weg naar zelfrijdende auto's is een proeftuin in de echte wereld, waarbij fabrikanten met technische snufjes de concurrentie voor proberen te zijn. Om meer grip te krijgen op de veiligheid van auto's met rijhulpsystemen, beveelt de onderzoeksraad de auto-industrie aan een omslag te maken naar maatschappelijk verantwoord innoveren. Zoals het beter leren van ongevallen en het delen van informatie met elkaar en de overheid. De onderzoeksraad beveelt aan om op Europees niveau de wetgeving aan te passen, zodat fabrikanten ook verplicht zijn dit te doen. Tot slot beveelt de raad de autobranche aan om automobilisten beter te informeren over wat de auto kan en vooral niet kan. Rijhulpsystemen hebben de potentie om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Om deze potentie volledig te benutten, is bijsturen noodzakelijk.